Hoi wel, welkom bij Fem. Ik maakte een paar weken geleden een video over mijn favoriete gadgets. En ik vertelde toen al dat ik binnenkort een nieuwe telefoon zou gaan kopen. Nou, het is zover. En ik kreeg toen ook de vraag van, joh, als je een nieuwe telefoon dan hebt, kun je er een review over maken? Nou, ik heb hem. Het is de iPhone 6 en ik ben er super blij mee. Ik had hiervoor een iPhone 5 en mijn abonnement liep af. En het was dus tijd voor een nieuw abonnement en een nieuwe telefoon. Dus nu is het uiteraard de iPhone 6 geworden. Nou, ik ga jullie vandaag vertellen wat ik ervan vind. Zoals ik al even zei, heb ik hem genomen bij het verlengen van mijn abonnement. En toen moest ik ongeveer €200 bijbetalen. Ik heb een abonnement voor 2 jaar met vrij veel data. Het verschilt per provider wat natuurlijk je abonnementskosten zijn. En ook hoeveel je dan voor je telefoon moet bijbetalen. Dus dat verschilt gewoon. Kan ik niet zoveel over zeggen. iPhones zijn natuurlijk ook los te koop. Maar los zijn ze echt knetterduur. Dan betaal je ongeveer €800 voor een telefoon. En dat is behoorlijk veel. Ik heb trouwens de iPhone 6, niet de 6 Plus. 64 gigabyte in de gouden versie. Ik wilde graag een 64 gigabyte en niet een 16 gigabyte. Die natuurlijk wel wat goedkoper is. Maar ik wilde iets meer opslagruimte. Omdat ik altijd te hannissen zat met foto's, met video's. Ik had gewoon nooit genoeg ruimte. Voor ik de iPhone 6 kocht, had ik al een iPhone 5. En dat is deze. Nou, die kennen jullie natuurlijk ook wel. En als je ze naast elkaar ziet, dan is het eerste wat opvalt dat de iPhone 6 een stukje groter is. De iPhone 5 is 4 inch, de iPhone 6 is 4,7 inch. Dus dat zorgt ervoor dat het scherm net eventjes wat groter is. Daardoor heb je ook iets meer ruimte op je scherm. Je hebt een extra rijtje icoontjes. En je merkt ook gewoon in gebruik dat het net gewoon wat groter is. Dat je net wat meer tekst op je scherm hebt. Het leest gewoon wat prettiger, vind ik zelf. Als je daarnaast met elkaar vergelijkt, dan zie je eigenlijk meteen dat de iPhone 6 een heel stuk dunner is. Ik kreeg op Instagram, toen ik hem liet zien, kreeg ik meteen allemaal grapjes van, oh, haha, is hij al gebogen? Oh, kijk uit, stop niet in je broekzak, want dan buigt hij. Nou ja, dat soort dingen. Om heel eerlijk te zijn, je moet echt moeite doen om dit ding te buigen. Ik heb het niet geprobeerd, maar gewoon met normaal gebruik. Ja, elke dunne telefoon kun je volgens mij buigen. Dat is niet iets van alleen een iPhone. Als je een dunne Samsung hebt, kan dat volgens mij ook. Ik heb hem in mijn broekzak gehad. Ik heb hem in mijn sportbroek en een zijvakje gehad. Als je hem normaal gebruikt, dan gebuigt hij echt niet zomaar. Hoef je niet bang voor te zijn. Hij is niet alleen maar dunner, maar ik vind hem er sowieso ook echt veel mooier uitzien. Hij heeft van die mooie afgeronde hoekjes. En doordat hij wat dunner is, ligt hij ook prettiger in je hand. En hij is ietsje lichter. Dat vind ik zelf ook al fijn. Nou, als je met elkaar vergelijkt, het zijn eigenlijk bijna twee verschillende toestellen. Een iPhone is natuurlijk een iPhone, maar het is wel echt een andere look. Toen ik voor een nieuwe iPhone ging, twijfelde ik nog eventjes tussen de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus. Uiteindelijk ben ik dus voor de 6 gegaan. Ik vind dit formaat wel echt heel erg prettig. Bovendien heb ik hem altijd bij me als ik ga sporten. Vroeger had ik mijn iPhone 5 altijd in mijn broekzakje zitten. Daar paste die precies in. Deze past helaas niet. Dus ik moet hem op mijn arm doen in een hoesje. Maar als je dan een iPhone 6 hebt, dan wordt dat toch wel erg groot op je arm. En dat sport gewoon niet lekker. Dus dat was voor mij ook wel toch een reden om nog extra voor de iPhone 6 te gaan. Ik heb er meteen een screen protector op gedaan, zodat het scherm in elk geval beschermd is tegen krassen. Dat vind ik zelf altijd wel zo prettig. En ik heb er een hoesje bij genomen. Dit is gewoon zo'n siliconen hoesje van Apple zelf. Er zijn nog niet zo heel veel alternatieven, maar ik vond deze sowieso wel super leuk. En op zich, deze is niet zo heel erg dik. Want ik was een beetje bang van, oh, dan doe ik er een hoesje omheen. En dan is hij ineens misschien super dik en is hij niet even zo mooi meer. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. De hoesjes van Apple, die zijn nog redelijk in lijn met het Apple design. Dus hij wordt niet ineens heel erg dik of heel erg groot. En dan natuurlijk de werking. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk als je een telefoon koopt. Het is gewoon een fijne telefoon. Het is een iPhone. En ik heb de afgelopen jaren altijd iPhones gehad. Ik begon bij de iPhone 3G. Toen werd het de iPhone 4. Toen werd het de iPhone 5. En nu werd het een iPhone 6. Uiteraard. Wat dat betreft is het een iPhone en is het niet eens zo heel erg anders. Natuurlijk zijn er wel wat nieuwe dingen. Hij heeft een iets betere camera. Hij heeft zo'n vingerafdrukscanner. Die had ik nog niet op mijn iPhone 5. Hij is natuurlijk een stukje sneller. En hij heeft ook nog wat meer sensoren waardoor hij je bewegingen en zo kan meten. Nou, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar als ik heel erg eerlijk ben, is het niet zo'n enorme vooruitgang van een iPhone 5. Ik vind zelf vooral de betere camera heel erg prettig. Omdat ik heel veel met Instagram doe en vaak foto's neem met mijn telefoon. Dus dan vind ik het wel belangrijk dat ze gewoon van goede kwaliteit zijn. En ze zijn nu echt absoluut beter. Daarnaast vind ik ook de vingerafdrukscanner heel erg handig. Als je je telefoon zeg maar wil unlocken, dan hoef je niet eerst een code in te voeren. Dan kun je gewoon je vingerafdruk scannen
Of als je een app in de App Store koopt en hoef je niet meer je wachtwoord in te vullen, doe je gewoon je vinger op de knop. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Wat ik alleen wel jammer vind is dat de batterij niet heel erg veel beter is dan van mijn iPhone 5. Er zit wel een grotere batterij in, zeg maar met meer capaciteit. Maar uiteindelijk gaat die niet echt langer mee. En ik moet wel zeggen dat ik mijn telefoon super intensief gebruik. Ik begin met Twitter en Instagram en ik lees mijn mail erop. Ik beantwoord mijn mail. Ik zit de hele dag te surfen. Ik kijk video's tijdens het sporten op de cross trainer. Ik doe er van alles mee. Ik hou mijn slaap bij. Ik hou mijn voeding bij. Ik doe alles met dit ding. En dan merk ik dat de batterij echt een dag meegaat. En dan is het ook klaar. Dus dat had wel beter gekund. En dat is ook een van de voordelen van de iPhone 6 Plus. Want die schijnt wel echt een super goede batterij te hebben. Dus dat kan nog een reden zijn om wel voor de 6 Plus te gaan. Mijn conclusie van de iPhone 6 is dat het echt een mooi toestel is. Het is een fijn toestel. Hij werkt gewoon fijn. Come on, het is een iPhone en dat zijn gewoon goede telefoons. Maar als ik heel erg eerlijk ben, als je een iPhone 5 of 5S of een 5C of wat dan ook hebt, dan is het niet een enorme vooruitgang. Stel je hebt nu een iPhone 4 of een 4S, dan is het wel een flinke verbetering en dan zul je ook echt wel merken van wow, dit is echt een ander toestel. Maar in de andere gevallen is het, ja. Ik vind het echt een heel fijn toestel en ik ga er komende 2 jaar absoluut super veel plezier van hebben. Maar wat ik net al zei, ik denk dat je niet hup naar de winkel hoeft te rennen om de nieuwe te kopen. Ik hoop dat ik jullie hiermee wat informatie heb kunnen geven over de nieuwe iPhone 6. En dat jullie een beetje een idee hebben gekregen of het nou echt de moeite waard is. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! In de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over mijn budget holy grails. Dus mijn favoriete budget make-up.